Op de eerste dag in Monaco was Max Verstappen de snelste man op de baan, gevolgd door beide Ferraris op P2 en P3. Maar voor Carlos Sainz kende de dag geen hele fijne afsluiter, want hij belandde uiteindelijk in de vangrail. En Ronald, het Europese seizoen is nu echt begonnen. En volgens mij dacht jij, nou, het is de eerste dag in Monaco, ik neem het er even van, ik ga gelijk even langs de baan staan, of niet? Ja, daar kwam het eigenlijk wel op neer. Dat is wel wat Monaco echt waanzinnig maakt. En dat verveelt ook echt nooit, denk ik. Tuurlijk, op zondag gaan we weinig en met de huidige generatie auto's misschien wel helemaal geen enkele inhaalactie zien. Althans, niet een reguliere, niet zonder foutjes. Maar als je van dichtbij ziet hoe coureurs worstelen met die auto's, dat is echt waanzinnig om te zien. Ik ben dan begonnen bij het zwembad, richting Nouvelle Chicane, richting de tunnel. Loos Hairpin nog meegepakt, Mirabeau richting Casino. Ja, dan heb je eigenlijk de voornaamste hotspots wel gehad. En als je dan ziet hoe coureurs worstelen, niet alleen met de technische layout, maar ook met de hobbels, met de stoeprandjes in Loos Hairpin, met de curbstones, ja, dat is prachtig. En eigenlijk vatte Christian Horner het in de persconferentie fantastisch samen. Die zei van ja, deze auto's die we nu hebben en Monaco is een complete mismatch. En als iemand nu zou bedenken van ja, we gaan hier rijden, dan zou je compleet voor gek verklaard worden. Maar zei Horner, het is editie nummer 80, het is de historie, hè? Het is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat maakt Monaco zo uniek. Maar hij zei wel, voor de korte termijn hoeft er niks te gebeuren, maar voor de lange termijn, als we hier willen blijven racen, moeten we misschien toch eens nagaan denken of de layout hier en der, her en der een beetje kunnen tweaken. Zodat we misschien toch een inhaalmogelijkheid creëren. Nou, dat is hier wel een beetje vloeken in de kerk. Maar goed, hij heeft het bommetje alvast gedropt. Ja, precies, even een kritische noot geplaatst. Ja, maar goed, ja. Dat is eentje voor de langere termijn dan. Ja. Verstappen was uiteindelijk de snelste man vandaag. Hoe kijkt hij terug op deze eerste dag in Monaco? Ja, een beetje een dag met twee gezichten eigenlijk. VT1 ging niet naar wens van Max. De setup waar Red Bull mee begon was volgens hem niet goed. Ook Checo was niet helemaal tevreden, waardoor Red Bull het voor beide coureurs behoorlijk heeft aangepast richting VT2. Nou, na die training, Max inderdaad bovenaan, deden ze allebei het verhaal hier achter mij eigenlijk in de pitlane. En dat was een compleet uiteenlopend verhaal van beide mannen. Max zei namelijk van ja, die veranderingen richting VT2 werken goed. Sterker nog, die waren nog niet eens extreem genoeg. Ik denk dat er nog meer ruimte voor verbetering is en dat we op dezelfde lijn door moeten gaan. Checo deed zijn verhaal ook. En Checo zei nou, VT2 voelde voor mij veel slechter. En daardoor wil ik eigenlijk terug naar wat wij in VT1 hadden. Terug naar de basis. Nou, dat is wel een interessante contrast. Maar goed, om het verhaal van Max rond te maken. Max zei, ik kan de dag heel makkelijk samenvatten. Slecht begin, goed einde. Dus hij zit hopelijk wel een beetje op het juiste spoor voor wat gaat komen. Ja, want zijn tijd was uiteindelijk de snelste van de dag. Maar goed, de concurrentie staat ook wel heel erg dichtbij. Want het gat naar Charles Leclerc was slechts 65.000ste. Hoe kijkt Max Verstappen daarnaar? Ja, dat verschil is één ding. Maar misschien nog belangrijker voor Max is hoe het oogt. En Max zei na afloop, Ferrari oogt voor mij heel comfortabel. Ferrari oogt voor mij wat comfortabeler dan dat wij er zelf uitzien. En met comfortabel bedoelt hij vooral hoe die auto ligt over de curbstones, hoe die auto ligt over de hobbels, hoe die auto ligt over her en der een stoeprandje in Lewis Hairpin. Nou, al dat soort dingen. En hij zei van ja, dat is nu nog niet zo heel cruciaal, maar dat wordt het in de kwalificatie wel. En dat komt natuurlijk omdat alle coureurs dan de limiet gaan opzoeken. Nou, dan kom je vaker over een curbstone, dan kom je vaker zo'n hobbel tegen. En hij zei dan kan dat rijcomfort, kan een veel grotere factor worden, ook in tijd. Dan dat het nu is. Dus in dat opzicht zegt Max, als wij ervoor willen blijven, voor Ferrari willen blijven op zaterdag, dan moeten wij daar ook een stap in gaan zetten. Nou ja, Ferrari, om het verhaal ook van Ferrari helemaal compleet te maken, dit is positief. Wat minder positief is natuurlijk hoe Carlos Sainz, je noemde het al, de dag beëindigd heeft. Eigenlijk is dat echt een Monaco-klassieker, die kunnen we nu afstrepen van de bingo-kaart. Uitkomend zwembad, binnenkantje vangrail raken. Voorwielophanging kapot, stuurloos de muren in naar de buitenkant. Nou ja, ieder jaar is er wel iemand die het doet. Voor Ferrari is het niet heel geweldig dat Carlos Sainz dat vandaag meteen gedaan heeft. Maar die hebben we in ieder geval gehad. Dus dat is één kruisje op de Monaco bingo. Ja, en onderling bij de collega's hadden we het allemaal fout. Hè? Wie zou crashen tijdens VT2? Ja, Carlos Sainz is het niet in het rijtje. Nee, hij had best wel hoge ogen kunnen gooien. Hè? Want begin vorig jaar ging het ook niet heel lekker. Dat had natuurlijk andere oorzaken. Maar goed, ja, deze had hij eigenlijk niet kunnen gebruiken. Vooral niet. Omdat het hier allemaal om vertrouwen gaat. En dat is met Albon natuurlijk hetzelfde verhaal. Ja,
Precies, ja. Dan even naar het team van Mercedes, want zij waren vandaag onderweg met die lang verwachte updates. Hamilton die eindigde op P6, Russell op P12. Hoe hebben de coureurs die updates ervaren vandaag? Ja, de coureurs zijn de afloop op ingegaan, maar ook teambaas Toto Wolff. Laat ik daar maar mee beginnen, want Toto zei namelijk van ja, die updates zijn in zoverre positief dat we geen negatieve verrassingen hebben gevonden. Nou, dat is bijna een tegeltjeswijsheid. Maar hij zei, nou, dat valt mee. Dat was de vervolgvraag, ja, hoe voelde het dan voor de coureurs aan? En toen zei Toto van, nou, ik heb nog nooit een coureur in Monaco gehoord die uit de auto kwam en zei van, het voelt heel goed, ik ben heel blij. Hij zei, Monaco is altijd op het randje, is altijd knokken met de auto, ook bijna knokken met de elementen. Dus daar is niemand heel erg blij als hij uitstapt. Dat gezegd hebben, dus zei Lewis Hamilton van, nou, ik heb wel echt gevoeld dat het beter is. Vooral in VT1, toen zei Lewis, ja, de tijden waren ook goed. En ik dacht echt, wauw, wij gaan hier in één keer meedoen. Nou, VT2, zoals wel vaker bij Mercedes, is een soort van reality check geweest. 15e. Daarover zei Hamilton van, ja, dat is niet het echte gat. Ik denk dat het iets van 3/10 is ten opzichte van Red Bull en Ferrari. Cliffhangertje, waar we misschien ooit het echte antwoord nog op krijgen, is dat Lewis Hamilton afsloot met de woorden. Beetje ja, woorden waar hij wel de wenkbrauwen mee deed fronsen. Hij zei van ja, ik heb één aspect gevoeld in de auto dat nu aanmerkelijk beter is, waar we een megastap hebben gezet. En hij zei, ik weet ook exact één aspect waar wij heel veel tijd op verliezen en een aspect dat nog altijd niet verholpen is. En nou, iedereen vroeg natuurlijk, wat is het dan? Zei Lewis, nou, die twee dingen hou ik mooi voor mezelf. Komt in de debrief misschien wel ter sprake, maar ga ik jullie niet aan de neus hangen. Jammer dat hij daar niet meer over kwijt wil. Maar goed, ja. We zullen het ermee moeten doen. Ja. Ja, en tijdens de technical viewing vandaag heb jij de Mercedes-updates natuurlijk wel van dichtbij kunnen bekijken. Wat viel je allemaal op aan die updates? Ja, vrij veel. Hè. Het gaat allemaal over de sidepods en daar kom ik zo meteen ook echt wel op terug. Maar eigenlijk begint het aan de voorkant bij die voorwielophanging. Die is toch wel vrij geavanceerd. En wat meteen in het oog springt is dat ze de voorste arm van het bovenste wishbone. Die hebben ze zo ver mogelijk omhoog geplaatst. Hoger dan dat hij nu zit, kan die ook gewoon weg niet. En dat is wel een factor die op twee manieren heel veel invloed heeft op de auto. Manier 1 is op het rijgedrag. Dit heeft vooral invloed op dive versus anti-dive onder het aanremmen. Dus in hoeverre dat de neus zeg maar wegvalt als het ware voor de coureur. Nou, dat verandert hiermee. En factor 2 is de aerodynamica, de luchtstroom. Door het zo hoog mogelijk te plaatsen hopen ze de luchtstroom er tussendoor, tussen die elementen door, zo groot mogelijk te krijgen. En hopen ze dus de lucht zo ideaal mogelijk naar de tunnelingangen te geleiden, waardoor het grondeffect beter zou moeten werken. Nou, die twee dingen vielen mij meteen op. Iets verder naar achter, onder de inlets van de sidepods, valt voor de oplettende kijker ook iets op. Daar zit namelijk een winglet, dat is ook weer iets om de luchtstroom te geleiden. Is een beetje een grijs gebied, want mag dat daar wel, mag dat daar niet? Nou ja, uiteindelijk lijkt dat allemaal wel in orde. En dan het derde hoofdthema, dat zijn natuurlijk de sidepods. Die vallen het natuurlijk op. Zero pod is niet meer. En wat ze dan wel hebben, ik stipte het gisteren al een beetje aan, maar is eigenlijk van alles wat. Het is geen echte Red Bull kopie, zo kun je het niet echt noemen. Dat gebeurt her en der wel, maar dat is te kort door de bocht. Het is ook geen echte Aston Martin kopie, dat is ook te kort door de bocht. Maar het heeft wel elementen van Red Bull, het heeft elementen van Aston Martin, het heeft elementen van Alpine. En het heeft ook nog, interessant, elementen van de oude Mercedes, van de side impact structure. Sommige componenten daarvan staan nog los. En dat ziet er een beetje raar uit. En je denkt dan, hoe kan dat? Maar dat is vrij makkelijk te verklaren. Dat komt omdat dat niet aan te passen is als je geen nieuw chassis bouwt. En Toto heeft al gezegd, een nieuw chassis kan niet, want daar hebben wij het geld niet voor onder het budgetplafond. Dus het is ook nog wel een heel klein beetje een compromis gebleven. Ja, precies. Oké, nou, we gaan zien wat ze morgen kunnen doen tijdens de kwalificatie. En ja, dan even naar Nyck de Vries, want hij eindigde de vrijdag op P17, vlak achter zijn teamgenoot. Hoe blikt hij terug op deze eerste dag? Ja, nou ja, laat ik eerst dat bruggetje maken dat nog een keer met de updates, want AlphaTauri heeft ook een vrij uitvoerig pakket. Ja. Ook met de sideboards, als we daar toch over hebben. Zij hebben de inlet van de sideboard aangepast. En eigenlijk hebben zij Red Bull gekopieerd, wat natuurlijk ook logisch is, hè, als zusterteam. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben de onderkant van die inlet verhoogd. Dus de inlet is wat kleiner in hoogte, wat meer toegenomen in de breedte. En het idee daarachter is dat je de undercut, dus de luchtstroom onder die sidepod door, onder die inlet door, groter maakt. De undercut, dus de lucht die naar achteren gedirigeerd wordt. Nou, dat is één.
Factor 2, een factor die wij minder goed kunnen zien, is de vloer. AlphaTauri heeft hier voor de tweede keer dit jaar een nieuwe vloer. Nou, die moet hopelijk wel wat meer performance gaan brengen. En als we het dan over Niek specifiek hebben. Niek zei eigenlijk na afloop, ja, het is een vrij solide dag geweest. Klopt misschien ook wel, hè, omdat Helmut Marko zei gisteren nog een keer van ja, gemiddeld ligt Niek 3/10 achter. En vandaag was het onderlinge verschil te verwaarlozen natuurlijk. Dus dat is in die zin positief. Niek zei ook, wat mij ook wel helpt hier, is dat je gewoon 3 vrije trainingen hebt. Hè, want Monaco draait allemaal om vertrouwen in jezelf en vertrouwen in de auto. Hij zei, ja, ik kan het hier een beetje opbouwen. En dat kan in Baku, kon dat bijvoorbeeld niet, hè, door het sprintformat. Dus dat is positief, so far so good. Al geldt voor Niek en voor ook die 19 anderen. Dat het morgen D-Day is, hè, dit Formule 1 weekend. Dat komt allemaal die zaterdag aan. Dus dan moet hij het beste van zichzelf hier op de mat gaan leggen. Ja, precies. Want morgen is het natuurlijk zover, die kwalificatie. En zeker op een circuit zoals Monaco kan dat natuurlijk nog wel eens heel erg spannend gaan worden. Ja, absoluut. Dat is by far het hoogtepunt van dit weekend. De zaterdag, de kwalificatie. En zeker nu belooft het heel leuk te worden. Hè, als we teruggrijpen naar het begin van de video. Red Bull, Ferrari, dicht bij elkaar. Aston Martin dat een woordje mee kan spreken. Dus dat belooft veel goeds. Maar het is ook heel onvoorspelbaar. Hè. Je kunt zoveel dingen plannen en voorbereiden. Maar een verkeerd of een ongelukkig getimede rode vlag kan alles overhoop gooien. Nou, daar ging het ook nog over met Max Verstappen, by the way. Verstappen heeft dat natuurlijk vorig jaar hier meegemaakt. Het heel veel besproken op het moment van Sergio Perez aan het eind van Q3. Ook later ook weer in Brazilië. Maar ook in Miami natuurlijk. En daardoor zei Max, en hij wil zich dat niet nog een keer laten gebeuren. Hij zei, ja, ik moet nu echt zorgen dat mijn eerste run heel goed is. Dat ik echt een goede bankerlap heb. En dat ik dan tegen een stootje kan qua ongemakken die al dan niet gaan komen. Het ging ook nog een klein beetje over de regels. Omdat ja, er ook wel gezegd werd, van, ja, als je een rode vlag veroorzaakt, moet je dan niet je snelste rondjes kwijtraken. Wat in andere kampioenschappen wel gebeurt. Nou, Max is daar volgens mij wel een heel klein beetje voor. Hij zei, dat is wel iets om over na te denken. Maar, zei hij er meteen bij, ik heb niet het idee dat dat bij de FIA echt op de agenda staat. Dus weet Max wat hem te doen staat. Ofwel, als het wel gebeurt en de run 1 is niet geweldig, misschien wat eerder naar buiten gaan. Maar plan A is gewoon een geweldige eerste run neerzetten aan het begin van Q3. Ja, en dan kan hem hopelijk niet zo heel veel meer overkomen. Ja, precies. Dankjewel, Ronald. We gaan zien of Max Verstappen er in zijn woonplaats met pole position vandoor kan gaan. En na afloop van die kwalificatie dan zijn Niels en Ronald weer met een nieuwe F1-update. Vergeet je dus vooral niet te abonneren op ons kanaal. Voor nu ontzettend bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende.